Nou, we gaan iets doen wat we nog nooit eerder hebben gedaan en wat we ook altijd verafschuwd hebben. Nou, welkom in het leven van ouders. Want wij zitten nu in een treintje. Jazeker, het moet niet gekker worden. Dit is namelijk de makkelijkste manier om, want het zijn twee, het is één dorp, maar het is boven en beneden. En een parkeerplek vinden beneden is heel lastig. Dus we dachten, treintje op Hoepatee en dan rijden we gewoon lekker langs het water heen. En dan Niels die vindt dit natuurlijk ook prachtig. Dus we gaan het doen. Ik moet er nog een beetje wennen aan dit idee, laten we het zo zeggen. Maar we gaan zo rijden en dan rijden we eens even naar het Garnemeer toe. Niels is er klaar voor. Gaan we, Niels? Nou, daar gaan we, jongens. Dus we vergelijken het met iets met gewoon je bucketlist. Iets wat je gedaan moet hebben in je leven. Dus nou, op de thee. Ik zal even een stukje filmen. Woehoe, Niels! Ja, dat is mooi, hè? Uiteraard vindt Niels het prachtig. Oh, waar gaan we heen vinden? Zo, en dan zijn we aan het water. Dat ging dus heel snel. Kijk, we zijn dus met dat treintje gegaan en we waren hier in een paar minuten. Kijk, mooi Grand Hotel. En dit is dus het Garnemeer. Wat? Ja, voor de bootjes? Ja, dan weet je dat je er bent. En dit is dus waar wij zijn. Grote boot. Oh. Zo. Nu, waar hoort mijn hand? Daar. Zo. Pardon, de Riviera. Dus we gaan nu even een stukje wandelen en dan pakken we zo meteen het treintje weer terug. Of tenminste terug. Hij maakt dan nog een verder rondje en dan gaan we daarna even lekker een pizzaatje eten. Want we hebben nog helemaal geen pizza gehad en dat kan natuurlijk niet. Zit de boulevard. Heerlijk. Jam, jam, jam. We zijn aan het Jadzeeën. Oh, Sven gaat vandoor. En meestal wint Sven, maar nu heb ik al drie keer achter elkaar hetzelfde potje. Je had zee gegooid, heb je niks aan. Je kan er maar één keer invullen, maar het is toch fijn. Dus I'm on a roll en ik denk dat ik vandaag een keer ga winnen. Nee, ik win wel eens, maar Sven die wint vaker. En we hebben net nog even na het treintje nog even lekker een pizzaatje gegeten. En dat was heerlijk, dus we hadden nu besloten dat we dat waarschijnlijk de laatste avond ook lekker gaan doen. En oh, en we gaan denk ik zo meteen nog een aflevering van An Idiot Abroad kijken. Dat is wel hilarisch. Maar eerst nog even winnen met Jadzee. Het onweer daar dus enorm. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar bizar, hè? Het is gewoon, het gaat daar helemaal tekeer, maar je hoort hier helemaal niks. Je ziet alleen maar echt enorme flitsen. Ik hoor dat we even het trappetje op moeten om het goed te kunnen zien. Oh, kijk naar het dorpje. Zo. Zo. Nog nooit gezien dit. Nou, wij gaan er nog even naar kijken. Slaap lekker. Jee, ik ben jarig en kijk. Jee, ze heeft het helemaal versierd. En taart. Met mijn leeftijd. Dat had alweer niet gehoeven. Jee. Niels vindt het ook prachtig. Jee. Dankjewel, schat. Ik vind het lekker om mijn haar te trekken. Jee. Oh, en ik zie de prijs. De prijs. Zo. We zijn aan het shoppen. Maar we hebben even een kleine break. We zijn even buiten gaan zitten. Want het is binnen nogal een herrie. In het winkelcentrum. En Niels is moe. Dus we dachten als we even rustig buiten gaan zitten. Dan kan hij even wat eten en dan slapen. En wij zijn voor het eerst in, nou ik kan me de laatste keer niet eens herinneren, naar de Mac gegaan. Yes!
Dus, want ja, het is mijn verjaardag, dus nee, bijna een happy meal genomen voor de feestelijkheid. En we hebben al een beetje geshopt. Ik ben even bij Sephora geweest en in de Mac-winkel. En bij de Salvarius. En Sven heeft de Bershka leeggekocht. Dus so far so good. Alleen we moeten even kijken hoe lang het ook met Niels gaat. We moeten hier ook sowieso even boodschapjes doen. We zijn dus hier. Het heet Ileone di Lonato Shopping Center. En we zijn hier al een keer eerder geweest. En het is een prima winkelcentrum. Normaal waren we denk ik al 3 keer klaar geweest. Maar we hebben nu af en toe gewoon een rondje buiten gaan lopen ofzo. Maar we hebben geen haast. Zo, we zitten in de auto terug naar het appartement. Niels zit inmiddels heerlijk te slapen. Hij kon niet heel erg goed slapen daar. Dus het was een beetje hysterisch op een gegeven moment. Maar goed, we moesten nog boodschappen doen. En dat hebben we gedaan. Iets meer dagen dan dat eigenlijk plan was. Want het plan was eigenlijk morgen nog uit eten te gaan. Maar Sven heeft in al zijn enthousiasme met een huilend kind extra boodschappen gedaan. We gaan nu lekker terug. En dan is morgen alweer ons laatste dagje gewoon lekker aan het zwembad. Eigenlijk best wel weer snel. En dan donderdag gaan we weer rijden. We hopen dat het iets voorspoediger gaat dan op de heenweg. Dus ja, maar het was wel een lekker dagje. We hebben wel leuke dingen geshopt. Ja, Sven knikt ook. Sven heeft vooral bij de Bershka is hij geslaagd. En ik bij de Stradivarius en bij de Pull&Bear. En ik heb nog een shirt van de Zara. Dus ik denk dat ik nog wel een shopblog ga opnemen. Die komt dan hierna of hier tussendoor ergens online. Maar dat zie ik vanzelf verschijnen. Op naar het appartementje. Goedemorgen. Het is vandaag woensdag. En het is ons laatste dagje hier. En we zijn nu nog heerlijk even van de zon aan het genieten. Niels zit niet. Niels zit in de schaduw. Zijn mega kleed. Of is het twee handdoeken? Oh, dat komt er niet voorbij. En we gaan nog even lekker genieten. Laatste zonuurtjes pakken. Extra vitamine D. En dan inpakken. En morgenochtend gaan we rijden op tijd. Ik weet niet of ik nog in beeld kom. Dus als ik... Het kan zomaar zijn dat dit het laatste stukje is. Dus dan wens ik jullie een hele fijne dag. Ik hoop dat jullie de vlogs, het zijn er 2 of 3 geworden denk ik, leuk vonden. Ik vond het in ieder geval heel leuk om te doen. Dus laat maar weten of jullie... Nou, het leuke was dat ik dat vaker doe. Niet dat ik als vaak op vakantie ga, maar meer ja, dat ik dat af en toe even doe. Je reageerde ook super leuk trouwens op mijn vorige vlog. Gewoon in Nederland, dacht je. Dankjewel daarvoor. Oh, dat doet Sven altijd. Daar heb ik zo'n gruwelijke hekel aan. Bah. Het is een peer in mijn oor. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Naar mens. Nou, nogmaals. Laat even weten of jullie het leuk vinden. En ik wil jullie ontzettend bedanken voor het kijken. Ik zie jullie snel. Doeg! En dan mijn favoriet. Oh, en dat is deze. Deze heb ik dan wel een